Hallo kijkers en terugkijkers, goed nieuwe video. Mijn naam is Jaar, nou, we gaan weer verder met de FIFA 20 Gent Carrière Mode. Zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd, ga ik nog alleen maar wedstrijden spelen en alleen maar wedstrijden simuleren. En dat ga ik ook nog doen voor de rest van de Carrière Mode. En dit wordt nog allemaal achteraf ingesproken. En ja, voor mij is het ook wel een beetje spannend om te zien van hoe goed die simulatiewedstrijden te deden. Want ik weet nog niet alles meer uit mijn hoofd. Maar ja, hoe gaat het met jullie kijkers? Hopelijk gaat alles goed. En, de laatste dagen was het toch wel best wel slecht weer. Ik ging nog afgelopen dagen buiten gaan voetballen met vrienden. Alleen ging niet echt door. Aangezien het opeens aan onweer was. En toen moesten we door de regen fietsen en zo. En hier een wedstrijd tegen Genk. Oh, we winnen met 1-2. Maar ja, de speler van ons is al geplaceerd, zeg ik net. En soms train ik ook wat spelers zodat ze weer een level omhoog gaan, zoals de Smet. Dit is dan tegen Moes Groen. Zouden normaal altijd moeten winnen. En het is 3-0. Maar hopelijk is alles goed met jullie. De meeste mensen hebben misschien ook wel examens. Ik weet niet of jullie nog examens hebben of jullie al gedaan hebben. En ik hoop dat jullie allemaal geslaagd zullen zijn. En ik heb voor dit jaar geen examens meer. Maar ja, het is toch weer bijna zomer. En ik hou ook op de zomer ook nog eens op vakantie, maar dan in België. Normaal gaan we altijd naar het buitenland. Maar door deze hele situatie van dit jaar gaat dat misschien wel iets moeilijker. En dan hebben we iets gekozen om voor 1 week, want normaal gaan we voor 2 weken ergens in binnenland ergens op vakantie te gaan. Maar waar ga ik nog niet zeggen. Oh, Verschaar is al 79 algemeen. En we doen het niet zo heel goed. Niet slecht in Europa League, maar ook niet heel erg goed. En oh, doet ze wel goed. Blijkbaar 0-3 hier tegen club uit Noorwegen, dacht ik. Ik weet niet zeker. Maar ja, ik denk dat ik deze hier allemaal gesimuleerd heb. Ik denk tot aan winter transfer, dacht ik. 0-5. En Meunier met 2 goals. En ik kon ook op een andere manier simuleren via de kalender. Alleen dat vind ik niet zo leuk, want ik wil het liever toch wedstrijd per wedstrijd doen. 1-1. Maar ja, of we wel doorgaan in de Europa League of niet, dat zullen we wel zien. Hier tegen Kortrijk. Ja, 1-1. Mitrovic is wel een speler die vaak scoort en nu is het een keer een wedstrijd in de beker. Die simuleer ik dan mijn B-elftal. En Waasland Bever is wel nog te doen. Speler 1-3. En in sommige landen is de voetbal weer begonnen. Zoals in Duitsland was al een maandje al bezig of zo. Maar nu ook in de Premier League. En in de Spaanse competitie en al zijn ze ook al begonnen. En alleen ik heb de wedstrijden daarvan nog niet echt bekeken. Daarvan moet ik nog de samenvattingen bekijken. Maar het is toch wel een beetje anders. Voetbal voor een leeg stadion. En oh, ja, dat is een verlies in de Europa League. Ik denk dat dit de grootste verlies dat we hadden in Europa op dit moment. Maar voetbal is toch wel anders voor een leeg stadion dan voor een vol stadion. Ik had ergens gelezen, ja, hier zie je nog alle eindresultaten van de groepsfase in de Europa League. En wij gaan ook door. Hier gaan we ook zien nog de Champions League. Maar ik had ergens gelezen dat sommige voetbalclubs hadden zo van kartonnen mensjes geplaatst in het stadion. Dat je nog wel een beetje sfeer krijgt. En tegen Eupen, A1-4, dat is mooi. Laat even weer zien, weet je, voor een speler die ik misschien kan kopen voor
de volgende transferperiode. Tegen Cercler verwacht ik winst en 0-2. Dat is weer mooi gedaan. Ik hoop dat ik op dit seizoen toch wel minimaal 1 prijs win. Ik hoop natuurlijk op de competitie, maar de beker is ook wel mooi. En ik zag net dat we tegen Schalke moeten. Bij de volgende Europa League ronde, dus dat was lastig. 0-3 tegen Oostende. Praat met 2 goals. Ik had hem nog dit seizoen net gekocht, Dennis Praat. En tegen Mechelen. 1-3, maar uit tegen Mechelen kan altijd wel lastig worden. Maar ja, ik hoop jullie dat weer tof vinden dat ik weer een video maak van de carrière mode. Ik weet, de laatste tijd was het toch wel een beetje minder. Maar vandaag had ik weer zin om eens aan een video te werken. Dus leek me ook om meer FIFA video te maken. De laatste staat moest groen. Ik kan ook misschien de topscorers laten tonen. En Donkola van Genk is topscorer. En als is de Pondeganda. Maar dit was de video. Hopelijk heb je genoten van deze video. Geef deze video een like. En laat even weten in de reacties wat je ervan vond. En dan zie ik weer terug. Doei doei.